Hij is scherp, haarlijn. Een kapper vindt haar fijn. Hij moet op zijn doos zijn. Je kapsel moet zo zijn. Een rolie om de linkerbos, dan doe je ze in zijn rechterhand. Wie staat langs Frans, jongens? Bekijk hoe lang die is. Dik. Dit moest echt als het begin zijn. Hey, luister, dit is mijn eerste vlog. Eerst dacht ik, jongens, ik ben net terug uit Curaçao. Zus en zo. Ik heb kleine vlogjes gemaakt, echt kleine vette filmpjes. Als samenvatting ga ik jullie ook vertellen wat het was met Lange Frans en DJ Kelly. Ja, leuke toffe meid, echt. Ja, Lange Frans, gewoon baas, echt. Dat is gewoon een toffe peer, goede jongen. Hij heeft zijn kanten laten zien dat hij gewoon gereageerd heeft over een kleine vlogclip. Wat vond hij van de plaat? Ja, dat vond ik op zich wel leuk. Daarom wou ik in de Curaçao niet te veel over dat soort dingen vertellen. Waarom niet? Vond ik niet echt, weet je wel. Ik heb met Lange Frans wel een interviewtje gedaan en met Kelly ook. Dat gaan jullie wel zien daarin. Maar eigenlijk heb ik het heel kort en klein gehouden. Ik wil eigenlijk ook niet te lange vlogs gaan maken. Dat is niet mijn ding. Ik wil ze wekelijks uitbrengen, maar dan wil ik gewoon kleine dingen, kleine shots van de gekkigheid maken in mijn salon waar ik knip. Eigenlijk wat een kleine vlog is, moet gewoon een scheldwoord worden met deze kop erop. Ja jongens, ik zou het eerlijk zeggen, ja, dat is mijn instelling, mijn ding. Het is gewoon echt niet faken, ik hou daar niet van. We doen gewoon dingen wat het kan en wat het niet kan, ja, het is niet van. Maar we zijn onszelf, we zijn echt. Hey, kleine vloggen. Kijk even naar die filmpjes van Kussen. Dat is echt helemaal dik. Onze bekende Jan. Kijk eens Jan. Pipo! Johannes! Onze Jan verzorgt echt super maaltijd voor ons jongens. Wat zie je zeggen Jan? Doei! Ajo! Ajo! Ja jongens, dat is van de Magic Box. Ideale haarbotox voor dames en heren die echt de kracht willen terughalen in hun haar. Ah, dit is echt een wonderspul mensen. Dit is echt Magic Botox. Ik heb net bij ons in het appartement eventjes de haar van mijn dochter even laten zien. Hoe het verspleten was, hoe kapot het was. Nou, ik heb botoxbehandeling bij de erin gedaan. En ik ga met die botoxbehandeling jullie laten zien hoe het opgeknapt is hier. Waarom heb ik dat expres gedaan? Dat je het echt duidelijk ziet. Wat was dat haar ervoor? Wat is dat haar nu? Dus echt heel goed opletten wat het nu geworden is. Mikey, om lekker te chillen in Antillen. Een beetje honger man. Ja, ik ook man. Ik heb echt zwaar honger. Mijn maat ook. Dus we gaan op zoek. We gaan vloggen over de bordjes van onze vriend. Is ook de bord van Scooter Garage Vleuten. En Perry. Nou, echt mooi geworden hoor. En we gaan even die voor jou, voor je vrouw ook even opzoeken. Ook een hele mooie en hele fijne bordje geworden. Wij krijgen ook aan onze eigen bord. Even kijken, waar is die? Ik kan hem niet meer vinden, maat. Ja, ja, hier is die. De Warpe. Slow. Ja, die hebben we. Die hebben we vastzitten. Hé, chick. Hij is mooi geworden, je bord staat er gewoon goed bij. Straks komt de bord van de Hairstudio Igor en een kleine vlog erop. Komt er nog een bordje van de beste vriend van mij. DTM. DTM Montage. Echt een dikke bord komt erop. Hey dames, hoe hebben jullie het hier? Lekker. Wow, wie is dit dan? Hi. Stel je eens even voor, gewoon even voorstellen. Ik hou niet van vloggen. Ja, ze houdt niet van vloggen. Nou, maar dat maakt niet uit, ze komt er wel op. Hey, luister eens, we hebben een clip van een kleine vlog gemaakt. Wie hebben we naast ons?
echt lang Frans, jongens. Moet kijken hoe lang die is. Dik, hoor. Wat is dit? Hé, dat is gewoon mijn microfoon voor de Curaçao. Ook een beetje met haartjes. Kijk deze dan. Borsteltje erbij. En maar, kijk gewoon je haartjes. Kan je sikje ertussendoor. Hé Frans, doe even je bril eraf, dat ze echt zien dat jij het bent. Vind ik gewoon helemaal dik. Ja, wauw. Wat vond je van mijn clip, man? Die heb je gezien op YouTube. Ja, het was een leuke clip. Qua film gemaakt. Qua film vond ik hem tof. Ik vond hem qua sfeer een beetje duister. Duister, ja. En ik denk, als je je barbierskunsten tentoon gaat spreiden, dan denk ik dat... Ja. Hebben jullie het niet gezien? Wat hoop je dan met de kakelen, man? Hebben jullie de clip ook gezien? Nou, ik denk dat je gewoon vrolijkere muziek nodig hebt. Je hebt vrolijke mensen met een vrolijke gast. Klopt. Ik vond je mening echt, klopt 100%. Ik probeer te onderbouwen, zodat we samen naar een beter product kunnen komen. Daarom heb ik je ook benaderd. Daarom heb ik jou als eerste benaderd. Vond ik helemaal dik, want jij bent toch een pro in jouw vak. Ik ben een kappa artiest, maar ik hou van artistieke dingen, dus ik ga hier ook mee verder. We gaan met die Gia, dat is de rapper, we gaan een volgende nummer maken. Die wordt echt gezellig. Maar ook echt meer clubstijl. Clubstijl. En stuur hem op als je hem hebt. Sowieso, dankjewel man. Is goed. Kijk eens, allemaal, Danique. Danique is er ook. Hallo. Hey. Temptation Vibe. VIP, allemaal zijn ze hier, hè? Maar allemaal, al die gasten zijn hier binnen, leuk. En ja, Kelly. Ja. Hoe vind je hier op Curaçao, eerlijk? Ik hou van Curaçao. Ja, ik ook, ja, man. Echt, ik vind het helemaal dik. Ik hou van Curaçao. Maar luister, omdat Igor van een kleine vlog, hij kan het niet maken om zo'n stickertje niet weg te doen. Gewoon echt op je billen te plakken. Zo. Yo! Oh, echt, hey. Ze hebben echt stikken verdiend. En volgende vlog is, gaat Igor, logo van de kleine vlog, tatoeëren hier, ja of nee? Jongens, kleine vlog, we gaan de tattoo zetten bij de bekendste tatoeëerder op Curaçao. En maat, ik moest even laten zien, wow, kleine vlog, wat moet ze nou? Hé, lees dat. Ja, een stuk zit er al op, jongens, bijna. Hoi, je weet Curaçao represent, kleine vlogje. Oh, Mattie heeft een tattoo gemaakt. Mooie door. Oh, Mattie, we zijn er trots op, hè. Nou is mijn vriend Michael, is de volgende. Gaan we even kijken op onze palmboompie. Ah, oh yeah. Flaneren met die handel. Oh, Mattie. Sowieso. Wat een shopping Curaçao. Mooi, hoor. Wie is dat lang Frans, jongens? Moet kijken hoe lang die is. Dik, hoor.